Ziek personeel, te weinig medewerkers en een tekort aan materieel. Hardnekkige problemen bij Arriva. Tot en met november, minder treinen. En boek met allerlei verhalen over oorlogsgeschiedenis van Gulpe Witte. Goedenavond, dit is het Heuvelblad Nieuws van dinsdag 10 september. Er waren al vaak problemen, maar nu gaat Arriva verder snijden in de dienstregeling. Vanaf volgende week rijden er minder treinen in het Heuvelland. Dat duurt zeker tot en met november. Een combinatie van ziek personeel, een tekort aan medewerkers en materiaal en de invloed van goederenvervoer is de oorzaak. Met deze beslissing wil Arriva voorkomen dat de reizigers telkens verrast worden door treinuitval. Arriva gaat op twee trajecten snijden. Zo gaat de trein tussen Heerlen en Maastricht in plaats van twee keer per uur, één keer per uur rijden. Op dat traject stopt de trein ook in Meersen en Valkenburg. De trein tussen Heerlen en Sittard rijdt voorlopig ook één keer per uur. De stoptrein en de drielandentrein blijven wel rijden volgens de dienstregeling. En dan zijn er morgenochtend ook al problemen op het spoor. Het trein- en busverkeer ligt stil vanwege een staking. Zowel de treinen van Arriva als van de NS rijden tussen 4 en 8 uur 's ochtends niet. Ook rijden er geen bussen. Het treinpersoneel eist een nieuwe regeling voor het vroegpensioen. De huidige regeling loopt dit jaar af. Met het vroegpensioen kunnen medewerkers eerder stoppen met zwaar werk. De vakbonden CNV en FNV eisen via de staking dat het kabinet met een nieuwe regeling komt. En dan ander nieuws. Het waterschap verwacht dat ze deze maand gaan starten met de uitbreiding van een regenwaterbuffer in Namelus. De buffer heeft nu niet voldoende capaciteit om water op te vangen. Daardoor hebben omliggende woningen soms last van wateroverlast bij hevige regenval. Het waterschap gaat de buffer nu dieper maken. Op die manier kan die meer water opvangen. Het gebied rond Namelus is al een aantal jaar in beeld bij het waterschap. En dit is een van de maatregelen die zij gaan nemen. Gulpe Witte heeft een opvolger gevonden van de opgestapte adviesraad Sociaal Domein. De denktank Sociaal Domein gaat de rol overnemen. De voltallige adviesraad stapte vorig jaar op omdat ze geen vertrouwen hadden in het college. De raad voelde zich niet gehoord door de gemeente. Het college moest op zoek naar een opvolger omdat het verplicht is om advies in te winnen bij inwoners. De denktank Sociaal Domein is dus die opvolger. Er wordt nog gezocht naar meer leden en een voorzitter. Al de hele week is er volop aandacht voor 80 jaar bevrijding. Donderdag is de officiële aftrap in Mesh door het koningspaar. Maar ook de afgelopen dagen waren er allerlei activiteiten. Pierre Hupperts uit Gulpen heeft een boek geschreven over de oorlogsgeschiedenis van zijn gemeente. Het verscheen vorige week. Recht en onrecht, dat is de titel van het nieuwe boek van schrijver Pierre Hupperts. Het idee voor dit boek ontstond toen hij klaar was met zijn vorige boek. Mijn eerste boek ging over de geschiedenis van Gulpen en de familie Hupperts in Gulpen. En eigenlijk kreeg ik na dat boek nieuwe informatie over met name het gedrag van collaborateurs in Gulpen. Ook data van overlijden van mensen. Ik ben die dossiers gaan opzoeken van die mensen. En toen was ik zo onder de indruk van de details en de verschillende aspecten van die dossiers dat ik dacht, hier moet een boek over komen. En dat boek ligt dus nu in de winkel. Dat het juist focust op één gemeente maakt het volgens Hupperts extra bijzonder. Je voelt en je proeft ook als het ware de angst, de verschrikking. Niet alleen over collaboratie, maar ook over bijvoorbeeld het afvoeren van de Joden. Ja, dat proef je in die dossiers. Dus het is vlees en bloed wordt het. Heel concreet. Kasteel Neuburg, gebouwd in 1288, speelde een belangrijke rol tijdens de Duitse bezetting. Het is het hoofdkwartier geweest van de Duitsers, het is het hoofdkwartier geweest van de geallieerden. En het was ook de geboorteplaats van de leider van de NSB in Limburg, Max de Marchand d'Orsembourg. Die is hier geboren. Hij is eerste kamerlid geweest van de NSB, hij is echt de grote leider geweest. En is uiteindelijk ook in 1941 commissaris van de koningin, gouverneur geworden van Limburg. Dus hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de NSB. En de NSB was de partij die samenwerkte met de Duitsers. En zo heeft Hupperts veel meer verhalen en details, die nu dus allemaal zijn samengevat in één boek. Rotary Gulpen Heuvelland gaat dit weekend fietsen om geld in te zamelen. De tocht gebeurt onder de naam Trappen voor Flappen. Het geld wordt gebruikt om fietshelmen te kopen voor leerlingen van groep 7. Op die manier willen de leden van de serviceclub kinderen beschermen tegen hersenletsel.
De helmen gaan naar de basisscholen van Gulpen, IJs, Epe en Mechelen. En dan nog het weer. Woensdagochtend hebben we nog enkele uren last van een overtrekkende regenzone, waarna het opklaart en het de rest van de dag droog blijft. Door de regen wordt het niet warmer dan 16 graden overdag en in de nacht 12 graden. Donderdag wordt het opnieuw een frisse dag met periodiek buien. Tussen de buien door laat de zon zich nog zien bij 15 graden. In de nacht wordt het maar 11 graden. En tot zover het Heuvelland nieuws. Na de reclame gaan we door over 80 jaar bevrijding met een korte special over de pastoor van Mesch. Er waren wel, tot mijn verbazing, veel meer Duitsers bij mensen ingekwartierd dan ik zo qua eigen aanvoelen had vermoed. Mensen moesten dan in de kelder slapen en de Duitse soldaten, vaak officieren, sliepen dan boven in hun bedden. En dat en meer kunt u zo meteen zien na de reclame. Wij van het nieuws zijn er morgenavond om 7 uur weer. Dan staat hier mijn collega Patty van der Weert. Voor nu, goeie avond.